Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe film Not Okay, die nu te streamen is op Disney+. En net als in de trailer begint de film met een waarschuwing dat deze film een unlikable female protagonist bevat. En dat is natuurlijk gewoon een beetje satire om een beetje de fanboys en mensen die alleen maar Mary Sue schreeuwen af te schrikken en zo. Maar het is ook wel oprecht waar over deze film. Het personage wat we volgen is gewoon best wel een klootzak, maar dat is natuurlijk ook wel een deel van de lol. Aan het begin van de film krijgen we dus te zien dat ons hoofdpersonage de meest gehate vrouw op het internet is. En daarna gaan we dus 2 maanden terug om erachter te komen hoe dat gebeurd is. En het hoofdpersonage wordt gespeeld door Zoe Deutsch, die sowieso wel een hele toffe actrice is. Ze kan meestal wel gewoon van haar genieten in verschillende comedies in ieder geval. En in dit geval doet ze echt een hele goede Valley Girl. Je merkt gewoon dat dit echt de definitie van een aandachtshoer is. Heel haar leven doet ze er gewoon alles aan om erkend te worden. En zoals we aan het begin van de film dus zien, werkt dat niet echt. Wordt ze gewoon grotendeels genegeerd. En op haar werkt dus een guy die gespeeld wordt door Dylan O'Brien, die wel echt een hoogtepunt is in deze film wat mij betreft. Het is sowieso een heel ander soort rol dan dat ik tot nu toe gezien heb van Dylan O'Brien. Hierin speelt hij gewoon echt een soort van Pete Davidson-achtige moderne douchebag. Het is gewoon het type waarvan zijn definitie van een romantisch gebaar iemand het laatste beetje van zijn joint geven is. Maar ja, Zoe Deutsch probeert dus de aandacht te krijgen van deze dude en ze doet dus alsof ze een werktrip heeft naar Parijs toe. En dat is dus eigenlijk de oorspronkelijke leugen waarmee het begint, want ze is helemaal niet echt naar Parijs toe gegaan. Maar op het moment dat ze die social media post dus gepland heeft, blijkt dat er precies een bomaanslag is in Parijs. En daardoor denken mensen dus dat ze echt in gevaar was en dat ze echt iets heel erg heftigs heeft meegemaakt. En ze gebruikt dus alle aandacht die ze daardoor krijgt om zichzelf een beetje te lanceren en populair te maken. En dan vormt ze dus op een gegeven moment ook een band met een jonge tiener die dus eigenlijk een echte advocaat is van gun rights en die dus zelf ook een school shooting heeft overleefd. En hun twee helpen elkaar dus elkaars carrière bevorderen, maar dat meisje weet dus niet dat zij eigenlijk een leugenaar is. En ondertussen op het kantoor krijgt ze dus ook steeds meer aandacht. En een van de hoogtepunten binnen dat kantoor is ook de acteur die ook Dopinder speelde in Deadpool. Het is wel elke keer hetzelfde grapje wat voorbij komt wat hem betreft, maar elke keer weet hij het wel gewoon op een leuke manier te brengen. Maar ja, het hoofdpersonage gebruikt dus de hashtag I am not okay, omdat ze dus zogenaamd allemaal trauma heeft meegemaakt daar in Parijs. En dat wordt dan soort van de nieuwe hashtag Black Lives Matter of hashtag Me Too. En het wordt dan op dezelfde manier echt zo'n soort hype. Maar ja, dit hoofdpersonage is niet echt bescheiden genoeg om zichzelf daarvan te separaten, soort van. Ze neemt natuurlijk gewoon volledig credit voor dat hashtag. En ja, met personages zoals dit weet je gewoon dat ze niet echt het beste einde kunnen krijgen. Ze moeten op een bepaalde manier toch gewoon even een tikkeltje gestraft worden. En omdat het dus ook gewoon echt een unlikable main character is, heb je wel gewoon de satisfaction wanneer het aan het einde allemaal misgaat voor haar. Ook al moet ik wel zeggen dat ondanks dat ze natuurlijk wel gewoon echt een leugenaar is en dat wat ze gedaan heeft echt verknipt is, dat er wel gewoon nog een beetje goed in haar zit. Want je merkt wel wanneer ze dus die vriendschap vormt met die andere activist, dat ze er wel echt gewoon haar best voor doet en dat ze wel echt om haar geeft. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal niet relevant als blijkt dat je dus zelf doet alsof je ook zo'n soort slachtoffer bent, terwijl je zelf niet eens een idee hebt van hoe dat zou zijn. Maar ja, al met al vond ik dit dus best wel gewoon een vermakelijke film en ik snap niet helemaal wat de ophef rond deze film is. Het is alsof mensen denken dat die disclaimer aan het begin over een unlikable character letterlijk genomen moet worden, maar volgens mij is dat gewoon deel van de satire van deze film. Maar ja, wat mij betreft is wel het kijken waard op Disney+, al is het alleen al voor de performances van Zoe Deutsch en Dylan O'Brien. Maar misschien hebben jullie hem al gestreamd, laat me weten wat jij van de film vond in dat geval. Bedankt voor het kijken naar mijn review en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.